Jacques Goudstikker was voor de oorlog de beroemdste smaakmaker en belangrijkste kunsthandelaar in Nederland. Hij is gevlucht naar Zuid-Amerika, maar omgekomen op het schip. En de Duitsers hebben, en Göring persoonlijk, zijn hele collectie ingepikt, overgenomen. En na de oorlog kregen ze ook nooit meer iets terug. En het echt tot de jaren 90 geduurd voordat ze weer getipt werden dat ze eventueel een poging zouden kunnen doen om terug te krijgen. En na echt een heel erg uitgebreid juridisch gevecht hebben ze in 2006 202 van die werken teruggekregen. Dus dat die familie nu komt kijken naar onze tentoonstelling waar dat verhaal verteld wordt, dat vind ik wel heel bijzonder. Ze komen ook speciaal voor uit Amerika. There are lots of other paintings here which hopefully will end up going to their rightful owners. Hopefully they'll be as lucky as we were. It's beautiful. For me, all along, it has been more the principle of getting back what belonged to my family rather than the specific paintings. It's wonderful to see the paintings that they've survived, several wars, actually, because most of them are very, very old. It's also great to see my grandfather's taste because he was a tastemaker of his time.